dan begin ik wel, hè? Ik ben Marja Schotten. Eigenlijk is het heel goed wat ik hier doe, eigenlijk. Ja, jullie zullen natuurlijk wel denken, ja, wat ziet zij eruit? Ja, ik kan gewoon geen andere woord bij vinden, sorry. Ja, wat ik nou zo ironisch vind, en, ik zit hier nou wel in een prinsessenpakje, maar ik leef dan een beetje als een prinses hier in de tegenwoordige tijd. Maar als je nou die Totola's vroeger neemt, als ik in die tijd van die prinsessenvriendjes was geboren en daar mijn prinsessending had gedaan, dan weet ik zeker dat ik hetzelfde soort sprookje had meegemaakt. Maar goed, door de invloed van tegenwoordig en zo, dat gaan we niet worden. Ik heb al eukzaam, aan, ik heb mijn benen niet geschoren en ik heb al foute oorbellen in. Dus ja, ik kan er zelf niks aan doen. Ik bedoel, als je nou Sneeuwwitje neemt van vroeger en zij nu in deze tijd plaatsen. Ik heb haar nooit op de bankenlijst zien staan, terwijl ze toch met 7 man het bed heeft gedeeld, hoor. Ik weet niet, maar en ze heeft ook echt niet gereden onder het opkomen van een iPhone. Ja, ik hoorde dat ze niet zo goed was met appels of zo. Ik weet het niet, maar ja. Maar goed, alles wat ik probeer, echt alles, gaat fout. Hoe hard ik ook mijn best doe en hoe graag ik het ook wil, is het niet. Hiervoor had mijn moeder me al opgegeven bij Voice of Holland, maar dat was ik ook al niet hoor. Dus nou zit ik hier. Ja, kut. Maar ja. Ja, zal ik maar liedje gaan spelen, denk ik, hè? Oh, dat was mijn stoel. Sorry. Thank you.
die jij moet kronen tot held. Wie is dat dan? Ik krijg nog examengeld, dus tot ik daar mijn vader. Papa, jij bent een superheld. Mag alsjeblieft een heel applaus in deze examen. Mijn naam is Jolande. Ben ik het door?